Ja, en dan denk ik dat de volgende vier finalisten al volop staan te popelen om zich aan u voor te stellen. Uw applaus voor Milan, Alexander, Joren en Olaf. Hallo allemaal, mijn naam is Milan, 20 jaar. Mijn naam is Milan, 20 jaar en afkomstig uit het Oost-Vlaamse Deinzen. Op 16-jarige leeftijd werd ik op school zwaar gepest. Hierdoor heb ik spijtig genoeg vroegtijdig de schoolbanken verlaten. Via de examencommissie heb ik uiteindelijk mijn diploma behaald. Intussen werk ik als consultant bij Accent in een omgeving waar ik ten volle geaccepteerd en gerespecteerd word. Binnen mijn job en met mijn deelname wil ik me focussen op diversiteit op de werkvloer. Want gelijke kansen voor iedereen, dat werkt. Hey, mijn naam is Alexandra, 21 jaar en afkomstig uit Brussel waar ik een brasserie uitbaat. Door jarenlang in de jeugdbeweging actief te zijn, is mijn kinderwens aangewakkerd. Door een levensonderwetgeving is het vandaag de dag nog steeds bijna onmogelijk om als homoseksuele man papa te worden. Dit omwille van jarenlange wachtrijen voor adoptie en het ontbrekend wettelijk kader omtrent traagmoederschap. Met mijn deelname wil ik deze problematiek aankaarten en bespreekbaar maken. Want papa zijn is een recht voor iedereen. Hey allemaal, mijn naam is Joren, 20 jaar en afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Leuven. Als leerkracht naar je onderwijs in Wording wil ik ervoor zorgen dat geen enkel kind zich nog uitgesloten voelt. Mijn eigen schoolperiode als geoude homo man zag er niet bepaald rooskleurig uit. En ook door mijn eigen ouders werd ik niet geaccepteerd. Nu voel ik me veel sterker en ben ik klaar om op te komen voor degenen die het nodig hebben. Want jezelf zijn is dé prioriteit. Een zeer goede avond, mijn naam is Roland Jan Vornik. Ik ben afkomstig uit het prachtige en pittoreske Limburgse Hasselt. Ik ben 37 jaar oud en ik ben werkzaam als regisseur. Bovendien heb ik ook een eigen productiehuisje en ik ben vooral actief in de reclamesector. En vanavond ben ik niet hier om reclame te maken voor iemand anders, maar voor mezelf en mijn campagne. Want met mijn campagne wil ik me natuurlijk inzetten voor de LGBT-community binnen de audiovisuele media en de culturele sector. Want recentelijk zijn er een aantal zware besparingen doorgevoerd in de culturele sector en het zou zomaar eens kunnen zijn dat onze gemeenschap qua visibiliteit ergens op de achtergrond belandt. En als homoseksuele regisseur gaan we dat niet doen, hè. En daarom sta ik in dit jaar voor het BCND. Een blijvende, correcte, maar diverse representatie van mijn gemeenschap binnen alle media. Want iedereen verdient het om gezien en gehoord te worden. Dankjewel!